gewoon naar mijn volgende gasten, Fabrizio en DJ Jacky Bagge. En ze staan hier al neven de takken. Nee, nee, ja, dat zien we. Takken. Ja, zometeen, hè, jongens. Ja, nog niet. Laten we eerst even beginnen. Jacky, die een vaste DJ, radio DJ. Ja, Jacky is de master radiopiraat, zeg ik. Ik vind dat zo negatief klinken. Ik vind het fijn, radiopiraat. Ja, niet meer betonen. Ja, dat is mijn goos. Goeie naam. Ja, fijn. Maar nu dus, samen een nummer. Samen een nummer, kijk maar. Kijk. Fabrizio, ik heb soms een beetje moeite met de naam. Gewoon geen huren, Fabrizio. Italiaans, Fabrizio. Ja, maar nee, je kwam altijd als kleine gemeente in de studio. Mm-hmm. En dan kwam ik tabak brengen en thuis koffie. En toen was ik bekend was met wie had die dingen, Chic. Toen zag ik, ik heb nu nooit nummerkjes gemaakt, om Jacky. En kunt u daar wat over zeggen, is Nederlands? Dat heb ik gedaan. En het was zo gezellig. Toen heet de platenbaas, dat is de baas van Fabio. Ja, Don Vito van Rimini Records. Die toen een contract opgesteld en nu zit ik gewoon bij Rimini Records. En dan maken we samen pleetjes en toeren en zo komen overal. Kaarberg, Daal of Mabatoni. En het heet shoot, gewoon zeggen Willeke en Maria. Willeke is eigenaar van Stamcafé de Matador. Maar ze mag niet bezwijgen. Hoe mag ik even zwijgen? Willeke en Maria. Pleetje gemaakt, hakken, takken, ballen, ballen. Ja, want er waren het eerste carnavalspleetje wat die geelijk had. Maar die gaat alleen met Italiaanse nummers. Ja, en dat is wel echt. Het wordt echt stief voor een carnavals. Ik ben al 10 jaar aan het optreden en ik heb geen enkel carnavalsplaat. Ja, met Jacky, ik heb een veldje liggen. Met een balpen. Had hij nog liggen. Veldje en een balpen. Had het opgeschreven. Studio ingegaan. Even muziek zit eronder gekomen. Oh, echt op het veldje is gewoon de tekst. Meestal dat kost. Dat is allemaal zo goed print. Ik weet in een helder moment. Maar zorg aan een milieudeken natuurlijk. Voordat ze gaan printen. Het is een hakketak, is een eco-plaat. Ook gewoon. En wel zo'n 5 minuten stond erop. Hakken, takken, ballen, ballen. En dat is ook de enige tekst, of er kunnen nog meer... Hakken, takken, ballen, ballen, zoepen, kroepen. Kroepen en met z'n allen. Ja. Carnavallen. Ja, dat is een beetje de ganse tekst, ja. Maar ja, dat is altijd toch bij een hit, hè? Dan moest er niet te veel tekst hebben. Nee, maar Chic is me dat, ja, dat is een... Oké, dat is weer een ander uiterste natuurlijk. Ja, dat had 16 coupletten en zo. Meestig, ik vond, ik had ook moeite met die kleine bambini. Die moest zich alles van boete leren. Ja, dat is te veel. Dus straks nu ik gewoon het niveau even terugbrengen naar het niveau van de Matador. Van de Matador. Ja, ik heb het ook gedaan, hoor. Mensen, schik me dat. Minuutsken, metzingen, gewoon al Queen en Rijwaard. Maar hoe heet hoe heet die samenwerking tussen u? Ja, prima. Ja, lang betaald wel, gaat het prima. Ja. En krijg je goed betaald? Ja, zeker. Wat daar stiet. Ja. Kijk, het gaat ze niet voor de ster natuurlijk. Maar ja, dat is wel mekelijk als ze een keer een rekening in de Matador kunnen betalen. Want jullie, hoor, krijg je toch achterhoofd. Dus overal boven samen geboken worden. Ja, dat doen we natuurlijk hakken, takken, bal, de bal. 2 keer, 3 keer, 4 keer, 5 keer, zolang we niet op de hele avond door hakken. Ja, hakken, takken. Met Jacky dat hem ook solo. Kijk, als hij een venrij zit en dan zit hem op Tony. Snap ze de wind? Verdoen toch allebei hakken, takken. Of via een telefoon. Dat zijn de vrienden dat hier samen hupt. Ja, dat is best wel uniek eigenlijk. Moeten de Matador? Ja, dat is de eerste keer dat voor mij samen op de televisie doen. Dat is met geluid toch, hè? Is precies, ja, met geluid en beeld. Dat is modern, hè? Ja. Iedere keer alleen in deze wit witbank nog stond. Ja. Nee, we hebben kleur. Dat is kleur. Dat is veel fijne kleur. Maar het kind is ook een prima kersthit, Beren. Toch? Ja, er is een versie in de maak, takken, takken, ballen, ballen. Maar ik heb het zo druk en vooral een tof en hot naar haar. En ik heb kennis in om zijn eigen studio in te gaan. Dus volgend jaar, 23 december. Takken, takken, ballen, ballen. Ja, dat werd dan de keerzet. Ja, kunnen we daar nou ook bij snabbelen dan? Ja. En veel optreden samen? Ja, ik ben nu al mee. Als ik naar mijn agenda kijk, ben ik al kapot. Je bent nu ook kapot. Ja, ben ook kapot. Ja. Maar het blijft binnenkomen, laten we niet meer terug. Maar ik vind het prima, ik vind het fijn. Maar kan het vandaag nog lukken, denk ze? Ja, maar dan moest ik ook een beetje kunnen ontspannen. Als ze de hele week werkloos bezig en dan moest die felicitatiebrieven opstellen en zo. Dan moest ik ook een beetje kunnen ontspannen. Werkloos zijn is een fulltime job. Ja, we schrijven. Dan moest ik ook een beetje kunnen ontspannen. Dus in de weekend doen we lekker hakken, takken, ballen, ballen. Lekker hakken, takken. Ja. Ik zou zeggen, we hebben nu genoeg gekletst, genoeg gezag. Jij moet gewoon zingen. Ja, aan de gang, de gewoon van. Aan de gang, nou jongens, de gozer. Fabrizio. En zijn DJ Jacky Bagge. Met het nummer, het Vastelovens hit van 2011 en 2012. Hakken takken. Ja. Hé, Jacky begon hakken takken. Ah ja, ballen ballen.
de Malta is een feest. Er zit nog nooit zo zaad geweest. Hakken, takken, ballen, ballen. Ja, we gaan weer carnavallen. Ballen, ballen, hakken, takken. Ja, ik heb het flink te pakken. Hakken, takken, ballen, ballen. Lekker soep. Als ze de loog eten en drinken van roet, dan staan nog maar het zin. Maar kom maar! Hakke takke, ballen ballen, ja we gaan weer carnavallen. Ballen ballen, hakke takke, ja ik heb het flink te pakken. Hakke takke, ballen ballen, lekker soep. Thank you, man. Make it for hot.